De carnaval staat weer voor de deur. Voor velen weer tijd om volop te feesten. Voor carnavalsvereniging De Deurdrievers uit Nijmegen is dit feest dit jaar extra groot, want ze bestaan alweer 60 jaar. Afgelopen weekend werd het alvast volop gevierd met prinsen, dweilorkesten en vooral veel drankjes. Wij vieren als carnavalsvereniging De Deurdrievers, dat zie je wel, ik denk op zo hè. Vieren we dus ons 60-jarig bestaan. En er worden dus een x-aantal verenigingen, prinsen en dergelijke worden uitgenodigd. Dat doen we eens in de 5 jaar. Normaal is het carnavalistisch getal is 1 keer in de 11 jaar. Maar wij hebben gezegd, we geven 1 keer in de 5 jaar geven een groot feest. En dat is vandaag aan de gang. Vrijdag hebben we hier de hele zaal ontruimd. Dat is een voetbalclub. Die hebben nog gevoetbald. Dus gisteren of vanmiddag zijn we weer hier geweest. Alles ontruimd, opgebouwd, tafels. Ja. Inkoop gedaan voor de hapjes. De drank regelen. Ja, in de voorbereidingen, ik kan vertellen, ongeveer 2 weken lang ben je er bijna dag en nacht mee bezig om een feest helemaal tot in de puntjes te regelen en alles geregeld te hebben. De mensen die komen, de uitnodigingen en dergelijke, daar zijn we heel druk mee bezig geweest. En vanavond ben ik hier een beetje de gast hier. De mensen die binnenkomen, die doe ik verwelkomen. Als er een artiest op moet treden, die zou ik even naar voren halen. En die doen we onze jaaronderscheiding geven als blijk van waardering dat ze hier bij ons feest aanwezig zijn. Straks komen de Waalsterretjes. Dat zijn kinderen die ook onder de deurdrievers vallen. Die geven een dansdemo. En daarna komen diverse artiesten. Gewoon een gezelligheid. De gezelligheid met de mensen. Alles. Biertje erbij, muziek erbij. Biertje erbij, muziek erbij. Ik praat met iedereen. Ik heb met iedereen goed overweg. Ja, wat moet je meer? Waar ik het meest naar uitkijk. Nou, dat is in ieder geval het bezoek van de Stadsprins. Dat is altijd wel een heel mooi protocolair iets. Ik zelf ben best wel een protocolmans. De protocol, dat zijn onder andere de steek, de onderscheidingen die we dragen. En daar zit ik wel op te wachten. Hij zou rond 9:00 arriveren. Dus daar zijn we eigenlijk druk op aan het wachten. En als dat geweest is, dan kan het feest losbarsten. En dan ga ik zelf ook een biertje drinken. En dan maken we er een leuk feestje van.